Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 1. En dat is van maandag 1 januari tot en met zondag 7 januari. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, lieve schorpioen, alsof deze week een week is waarbij er heel veel actie gaat komen. Je lijkt alleen maar sneller te willen gaan omdat je dingen voor elkaar wil krijgen. En zeker dat je daar voor jezelf ook echt wel een overwinning gaat halen. Maar het extra stukje wat je eruit wil halen, daar lijkt je gewoon wat geduld ervoor moeten hebben. Ik heb het idee dat je eigenlijk dus in die actie wil gaan om harder te gaan werken om iets voor elkaar te krijgen. Maar die eerste overwinning, die heb je binnen. Die tweede overwinning waar je zo hard aan wil werken, lijkt wat meer tijd nodig te hebben. Dat wil niet zeggen dat je niks hoeft te doen. Neem alleen de tijd ervoor dat je weet dat bepaalde dingen ook soms tijd nodig hebben. Investeren kan. Je kunt ermee aan de actie gaan, je kunt dingen uitspreken, maar soms heb je even wat meer geduld nodig. Geniet dus zeker ook van die overwinning die er in eerste instantie zeker is, maar het stukje waar je eigenlijk naartoe wil gaan, dat kan een stukje zijn waar je misschien nog heel even op moet wachten. En geniet ook van die reis die je daar in ieder geval wel mee aan het maken bent. Zo weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.